Met het uitbreken van de coronavirus afgelopen jaar kwamen we toch wel duidelijk in de problemen met het wegvallen van alle beurzen. Toen dachten we van nou komen we in de problemen vanwege het niet vinden van nieuw bloed, nieuwe klanten. Met name dan de professionals, want we bouwen ook custom-made boten voor politie, brandweer, rescue. En die hebben het afgelopen jaar eigenlijk geen enkele boot besteld. Wat je wel merkte is dat aan de andere kant de recreatie, plezier, pleasure, waterskiën, vissen, ja, dat soort zaken, ja, dat heeft wel doorgelopen. Ja, op dit moment de verkoop van boten is echt aan het floreren. Het gaat heel goed. De coronacrisis heeft er natuurlijk aan bijgedragen. Vooral natuurlijk omdat mensen niet op vakantie kunnen. Dus het plezier wat je dan gaat beleven is echt wel te vinden op het water. We merken ook dat steeds jongere mensen boten gaan kopen. De meeste boten wat hier binnenkomen zijn al verkocht. En anders is het niet langer dan een week, zoiets. Levertijden lopen op dit moment ook wel echt iets op. Een week of 3-4 langer dan normaal. En het wil niet zozeer zeggen dat nu omdat de coronacrisis is dat de prijzen omhoog gaan. Het enige wat je dan niet hebt is dat omdat er veel vraag is dat je bijvoorbeeld met een korting dat je daar heel veel aan kan doen. Want als de ene hem niet koopt, koopt de andere hem. De problematiek die we nu hebben is de beschikbaarheid van materialen. Het basismateriaal, het aluminium, is haast niet voorhanden. En de outboards, de buitenboordmotoren, dat is werkelijk een probleem. Ik heb enkele in kunnen kopen die ik dan besteld had vorig jaar. Maar nieuwe bestellingen dit jaar kunnen we niet binnenkrijgen. Vorig jaar hebben we gemerkt dat tijdens de coronacrisis de vraag naar sloepverhuur is toegenomen. En met die gedachte hebben we dit jaar uitgebreid van 8 boten naar 14 boten. We hebben een horecabedrijf, helaas zijn we daarmee gesloten, maar we kunnen een deel van onze omzet compenseren door de sloepverhuur. We merken al dat er nu al regelmatig telefoon is waarbij mensen belangstelling tonen en alvast willen reserveren, ondanks dat eigenlijk ons reserveringssysteem pas vanaf 1 april open is. Dus er is zeker meer belangstelling en ook vroeger in het seizoen ten opzichte van de voorgaande jaren. Huren is minder bewerkelijk als kopen, dat is zeker waar. En heel veel mensen zien dat ook in, dat onderhoud niet allemaal zo leuk is als wat het af en toe lijkt.